nu wordt het echt vreemd. Maakt geld gelukkig? In de harde realiteit van het schoolleven ben je of jager of prooi. Gastheer of parasiet. Hallo daar. En over parasieten gesproken, dit is Norman Stang. Hij aast op een slachtoffer om die volledig leeg te zuigen. Hou je centjes dus maar in de gaten. Hadi, baby. Hey. Rustig, rustig. Joh, Norman, ik schrik me rot. Deze handen zijn moordwapens en staan geregistreerd bij de justitiële autoriteiten. En dan heb ik het toch niet eens over mijn voeten. Mooi, leen mij even €2. Hey, ik gaf je gisteren ook al €2. Oh ja, dat is waar. Nou, dan krijg je er morgen toch 4. Ah, schiet maar op. Ik heb cafeïne nodig. Nou, iets zegt. Leen me nog maar even €1. Hey! Ik betaal je morgen terug. Echt waar. Ik krijg vanavond mijn zakgeld. Ga jij ook cola nemen? Hey. Tof, gozer. Zal ik onthouden. Dat maakt dus 5, hè? Hey, Norm, wacht even. Hitch, wat is er? Ik krijg nog geld van je en ik heb te weinig voor de lunch vandaag. Jee, Hitch. Ik wil je die €4 graag teruggeven, maar... €5? Oh ja, dat is waar. 5. Maar ik ben blut, man. Je krijgt het morgenochtend terug. Beloofd. Norman heeft een waar talent voor wat bankiers overhevelingsmanagement noemen. Norman weet heel handig jouw centen over te hevelen naar zijn zak. Hé, hey, ze slopen eindelijk het slot van die nieuwe gozerse kluisje. Hij was er niet zo lang. Eigenlijk weten we helemaal niks van hem. Behalve dan dat het een echte treiterkop was. Misschien neem ik het mezelf wel kwalijk wat er gebeurde. Eigenlijk had ik hem moeten waarschuwen dat hij te ver ging. Maar het was gewoon een vreselijk vervelende klier. Oh. En op een dag was hij opeens verdwenen. Het verhaal ging dat hij voor altijd zat opgesloten in zijn eigen zweterige kluisje. Laat me eruit! Laat me eruit! Hey, doe nou! Doe open! Die is van mij. Hey, heb jij enig idee wat ze betalen voor mummies via internet? Oh. Oeh, wat een vangst. Jaargang 1, nummer 1. Dit is een collectors item. Hey. Ik zeg hem als eerste. Ja? Troep. Maar dit is een paar euro waard. Jij weet niks van stripboeken. Het allereerste nummer van de serie Dingen die alleen 's nachts gebeuren is zeker €10 waard. Mooi. 10 min die 5 van vanmorgen en... We staan kiet. Ik zei toch niet dat ik het wilde kopen? Ik wilde alleen... Oh, laat maar hangen. Oh, ik kan het toilet niet eens betalen. Norman heeft mijn laatste €5 ingepikt. Dit kan interessant worden. Gerrit houdt er niet van dingen te delen. Een soort wet van de jungle. Ah! Nee! Natuurlijk is de wet van de jungle niks in vergelijking met de wet van de zwaartekracht. Een ongeluk als dit brengt meestal de hele school op de been.
Je krijgt per slot van rekening niet vaak de kans om een kakkerlak als Norman onderuit te zien gaan. Sorry, lui. Ik ben... blut. En dat niet alleen. Dat was een eerste klas landing. Mooi. Hé. Hey. Van mij. Het leeft. Nee. Geef me alsjeblieft wat tape. Doe normaal, Norman. Het is een zeer goedkoop troepprulletje. Het is waarschijnlijk een slim trucje om alle stripboekfanaten van hun zuur verdiende centjes te beroven. 10 euro. Ik geef je 5. Maar je rekent dezelfde 10 euro. Precies, ja. Moet ik de volle prijs betalen voor een tweede handje? Het is nog niet gelezen, hoor. Oké. 7,50. Ik betaal je morgen. Hey! Welkom bij Ace Nieuwigheidjes Telefonische Bestelservice. Houd alstublieft uw creditcard gereed. Pap! Of toets een hekje om ons koop nu betaal later plan te gebruiken. Laat maar! Dat lijkt er meer op, vriend. Toets de 3-cijferige productcode in, gevolgd door een hekje. Bedankt voor uw bestelling. Om nu de meest valse lach ter wereld te horen als teken dat uw transactie geslaagd is, toets een 1. Zo, dat noem ik nog eens een express service. Ja. Jackpot. Ik? De winnaar? Te gek. Ik bedoel, wat een toevalstreffer.